We staan momenteel op ons project Drylock. Dat is een fabrikant van medische technologieën. We werken hier voor onze klant Gezel. En we hebben hier de isolatiewerken van de volledige HVAC uitgevoerd. Het project wordt bijzonder gemaakt doordat dit een renovatieproject is van bestaande kantoorgebouwen. Hier zit heel veel van de HVAC in verwerkt, dus veel verschillende types isolatie. De moeilijkheid van de juiste opvolging bij een renovatie is hier een klein beetje de uitdaging. Onze klant de juiste service te geven op het juiste moment. Dus planningtechnisch moet dit perfect opvolgen. Om de mensen die na ons komen geen planningstoring te geven. We hebben een zeer goede samenwerking met de firma Gezel, omwille dat zij een zeer goede klant van ons zijn. Zij bezorgen ons vrij mooie projecten, waarbij dat wij betrokken zijn vanaf het prille begin. Waardoor dat we uiteindelijk de mensen op de werkvloer zelf redelijk goed kennen, veel persoonlijk contact en was alleen maar zeer goed voor de samenwerking. Ikzelf en wij als Isoworks zijn vrij trots op de manier waarop dat we deze werf hebben aangepakt. De kwaliteit van de isolatiewerken die we laten zien en de goede werfopvolging en planning. Verder hebben wij de aluminium bescherming van de ventilatiekanalen met de nodige isolatie op het dak voorzien. Dat was zeer moeilijk omdat we weersafhankelijk moeten werken. Dus planningstechnisch is dat ook weer een extra uitdaging. De stookruimte wordt hier voorzien in PVC-bescherming. Wij hebben daar ook een eigen product voor ontwikkeld. Dat noemt Isoskin. Dit is een eigen product. We hebben daar een betere brandklasse in. En dit is in kleuren verkrijgbaar. En dat is zeer goed voor ziekenhuizen en voor verschillende chemische toepassingen.